kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag groentesoep maken en ik ga jullie laten zien hoe ik dat doe. Nou, ik heb een lijstje opgeschreven wat ik allemaal nodig heb. En dat heb ik dus weer in mijn kookboek opgeschreven. Dat is deze. Ik heb allerlei groenten nodig. Ik heb trouwens dit recept gevonden op internet. In de beschrijving hieronder de video zal ik even een link plaatsen naar het originele recept. Wat je nodig hebt is het volgende. Ik heb van deze bouillonblokjes. Daar staat op dat je 3 tot 5 blokjes per liter nodig hebt. En ik ga 2 liter soep maken. En in elke verpakking zitten 2 blokjes. Dat zal ik even aan jullie laten zien. Kijk, het lijkt er 1. Maar het zijn er eigenlijk al 2. Dus ik heb 3 van dit soort blokjes. En dat zijn dan bij elkaar dus 6. Vervolgens hebben we dus nodig 2 liter water. Ik gebruik daarvoor de waterkoker. En ja, daar kook ik dus alvast 2 liter water in. Zodat dat alvast lekker aan de kook is. Even kijken. Dan hebben we nodig een halve ui. Dus deze, maar dan door de helft. Dan 2 heerlijke lenteuitjes, 2 wortels, 1 rode paprika, 1 prei. Kom je doen? Hier, kom je ook kijken. Dat is Ukkie. Ja? Ja, kom je ook even kijken. Nu Ukkie. Lekkere dingen allemaal, hè? Nou, even kijken, waar was ik gebleven? Dan soepballetjes. 2 stengels bleekselderij. Peterselie, ik heb een potje kruiden daarvoor. En vermicelli. Nou, dan gaan we eerst het bouillon maken. Dit is 1 liter. Ik doe hier alvast de bouillonblokjes in. 6 stuks. En 2 liter. Nou, dit laten we nou zachtjes koken. Oh, lekker op laag vuur. Want we gaan moeten de groenten nog snijden. Nou, we hebben een halve ui nodig. Nou, het water kookt lekker, dus dan mogen de soepballetjes erbij. Even roeren, terwijl ik dan nog de groenten snij, worden de soepballetjes alvast lekker gaar. Zo, en dat kun je gewoon zachtjes laten staan. Uitjes even vast. En dan gaan we verder met de volgende groente. En dat zijn de 2 bosuitjes. Vervolgens 2 wortels. Wortels gaan ook in de kom. Lekker alle groenten bij elkaar. Dan gaan we verder met de rode paprika. De paprika gaat ook in de kom. En dan gaan we verder met de 2 stengels bleekselderij. Deze stengels bleekselderij gaan in de kom. Je kan dus alles lekker bij elkaar. En dan tenslotte van de groenten, de prei. En de prei gaat ook in de kom.
snijwerk is nou klaar. Hier zit alles in. De soepballetjes hebben al eventjes lekker gekookt. Ik ga het vuur nou wat harder doen. Het eerste balletjes in het water doen en daarna de groenten. Ik heb ook nog 150 gram vermicelli. Dat ga ik er ook in doen. Even roeren. En alle groenten. En tenslotte peterselie. Daarvan ga ik een grote eetlepel erbij doen. Je kunt peterselie natuurlijk ook vers kopen in de supermarkt of bij de groenteboer. Maar je kan ook kiezen voor gedroogde kruiden. Dat is net zo lekker. Nou, ik ga nu het deksel op de pan doen. En ik laat het 10 minuten staan. En dan is het klaar. De soep is klaar. En nou ga ik opscheppen. Leuk dat je keek naar deze video en tot de volgende keer. Doei!